welkom bij de 11e editie van Roet Korte Put. Nou, het belooft een spektakel te worden en ik heb hier hoog bezoek. Want het bijna voltallige bestuur, nou, een groot gedeelte ervan, die staat hier ons op te wachten. Laten we maar beginnen bij de voorzitter. Nou, dat mag. Henk, 2024, het is de 11e editie. Hebben jullie daar nog aandacht aan besteed? Daar hebben we zeker aandacht aan besteed. Allereerst hebben we een heel mooi programma vandaag, dus met extra grote artiesten. We hebben natuurlijk... Hoe groot? Hoe bedoel je hoe groot? Ja, ja, extra groot dus. Ja, ja, we hebben in ieder geval Ruud Jacot. Ruud Jacot, dames en heren, jongens en meisjes. Hè, een diva van de Nederlandse muziek. Dus die komt, Django Wagner komt. Maar omdat het de 11e is het programma ook doorspekt van Oeteldonkse elementen. Dus we hebben ook een twee pinten medley. We hebben een aantal lokale artiesten. Dus het belooft heel erg goed te worden. En voor de 11e keer, we hebben natuurlijk ook een speciaal embleem ontwikkeld. Ja, en dit is de 11e, de gouden editie. Dus we hopen ook dat dit een gouden editie gouden wordt. Gouden editie wordt. Ja, dat bedoel ik. Jongens, 11 jaar. Tegen de kijkers thuis zeg ik dit even, want die denken, is dat nou waar wat hier in de akker staat te kletsen? Maar in de eerste editie liepen hier gewoon mensen met normale kleding, zagen ontstaan en dachten, die zijn gestoord. Dat is, ja, dat is 2012 geweest. Frank, in een korte notendop, hoe snel moeten de mensen er nu bij zijn om volgend jaar alweer hier toegang te krijgen? Ja, als de verkoop open gaat, dan binnen een uur is het gewoon uitverkocht. Dus het is een enorm populair evenement. En dat na 11 jaar is wel mooi om te zien. Dat je in 11 jaar zo'n evenement kunt neerzetten. En het is eigenlijk het business evenement van Den Bosch en omstreken. Ik sprak van de week zelfs iemand van het Financieel Dagblad, een reporter. En die zei, ik heb even gegoogeld, maar er is maar één business evenement met carnaval. En dat is de Roet Korte Put. Dus dat is ook wel leuk om te horen van iemand van het Financieel Dagblad. Nou, niet alleen dat. Dan ga ik even naar Paul. Eigenlijk, als je hier niet bent geweest, dan heb je de opening van carnaval gemist. Nou ja, zo wil ik het niet zeggen. Ja, maar dat zeggen echt heel veel mensen. Ja, dat is natuurlijk een fantastisch compliment. Maar inmiddels met 550 bedrijven met een KVK-nummer die hier komen. Veel al uit aan bos, veel bossenaren. We horen natuurlijk veel geluiden van, we kunnen er niet in, want we hebben een grote wachtlijst. Het is ook vervelend om nee te verkopen, dat is niet leuk. Maar het is een populair event, absoluut. Ja, wij hoorden gisteren bij in gesprek met Roger Scheurs. En die vertelde dat een bedrijf maar 6 kaarten krijgt. Die zou 6 kaarten kunnen kopen, ja, maximaal. Of ze moeten sponsor worden, dan kunnen ze iets meer kaarten krijgen. Maar inderdaad wat Paul zegt, wij wilden meer KVK's binnenhalen. Dus we wilden meer verschillende bedrijven, lokale bedrijven. Daar ligt de nadruk wel op. Ja. Dat moet ik wel echt zeggen, want iedereen zegt, ja, maar jullie halen het uit heel Nederland. Nou, hier staat gewoon 90% lokale mensen binnen. En dat vinden wij belangrijk. En meer bedrijven. Dus daarom maar 6 kaarten, zodat wij meer bedrijven konden bedienen. En ik denk dat dat het wel een succes is, denk ik. Even de laatste vraag voor Frank natuurlijk. Als je nu dadelijk hier naar buiten loopt, wat is het gevoel wat er dan bij jou speelt? Ja, dat is een geweldig gevoel, want je ziet dan al die mensen binnenkomen met een leuk Oeteldonkse orkestje erbij. En dan begint voor mij ook echt de carnaval. We hebben natuurlijk maandenlang voorbereidingen gehad. En als het dan echt begint, dan gaat een stukje spanning van je af en dan ben je trots. He, dat je al die mensen hier kunt ontmoeten in de gasvrije Korte Putstraat. Dat vinden wij heel erg leuk. En dan voel je je eigenlijk helemaal luxe in de Zevenhemel. Ja, dat klopt Jan-Willem, dat zeg je goed. Ja. Oké, heren, heel veel plezier. Geniet er vooral van. Ja, zeker. En mocht je nog iets tegenkomen, je weet ons te vinden. Hè? Heel goed. Dankjewel. Tegen de kijkers zeg ik, nou, we gaan er vandaag een hartstikke leuke reportage van maken. Ik heb er heel veel zin in, deze heren ook. We staan te popelen. En ik heb begrepen dat ze het eerste biertje al aan ons gaan geven. Nou, we gaan beginnen. Ja, en het feest moet nog losbarsten. Maar, Perry, 2 bijzonderheden. Ja. Vertel. Nou ja, zojuist voor de 3e keer opa geworden van een gezonde dochter. Kleindochter.
genaamd Dani. Dus het kan niet mooier. Dani in de Roet. Dani in de Roet. Ja. Dat wordt dus de volgende hit, hè? Ja, Dani in de Roet. In de Roet. Ja, ja. Perry, hoeveel keer is het dat jij draait? 25 plus. Ja. En het blijft nog steeds hartstikke leuk. Ja, het is ja, altijd. Maar ja, eigenlijk muziek is ook mijn dingen. Je ziet mijn achtergrond en werken. En, nee, ja, nou, ik vind het nog steeds leuk. En zolang ik het leuk vind, blijf ik het doen. En ik zit hier weer op een hele mooie locatie. Ja, even gesproken over de voorbereidingen. Heb jij al een playlist gemaakkt? Of, ja, absoluut. Ja. Hoe lang ben je daarmee bezig? Ja, een week of vier. Maar goed, week of vier. Vanuit het werk wat ik doe, is er natuurlijk ook een stukje doorloop. Ja. Ja. Nou ja. Dat is gewoon leuk. Ja. En dan, en voor de derde... Ook in het vaandel. Godzijdank. Laten we dat even vooropstellen. Ja. Geen André Hazes. Vandaag. Nou ja, alles. Een beetje mengeling. Maar de jeugd vindt alles leuk. Zo is het. Ik wens jou uiteraard heel veel succes. Van harte proficiat. Ja, dankjewel. En we spreken elkaar snel weer. Jullie ook, hartstikke leuk. 2024. Ja, voor mij ook nog de 25e carnaval in het kokkeltje. Ook heel leuk. En overal de 38e. Dat zijn indrukwekkende cijfers, zeggen ze dan. Ja, daar gaat het wat tekenen. Hè. Daar zit het Peter, als je kijkt naar de organisatie van dit jaar. We hebben al gehoord dat er een aantal wijzigingen zijn, waaronder 6 kaarten per KVK. Hoe zit dat bij jou qua businessclubs? Businessclubs is eigenlijk niet. Je moet het zo zien, we hebben 120 gasten binnen. Dus eigenlijk hebben we 120 gedeeld door 6. Dus 20 groepen binnen. En 20 KVK-nummers, dus dat is heel erg leuk. En tot hoe lang is het hier zeg maar voor de zakelijke netwerkers? Dit jaar doen we het tot 6 uur is voor het zakelijke netwerk. We vinden het heel erg belangrijk dat je op die tijd en ruimte krijgt. En na 6 uur kunnen Oeteldonkers graag aansluiten bij ons. Nou, het is bijna 11:11. Zullen we even checken? Ja, kijk eens aan. Het is 11:11. Het is 11:11. Nou, hartelijk gefeliciteerd. Voor mij, Roetkorte Put geopend. En voor vele mensen ook carnaval. Absoluut, absoluut. Heel veel plezier. Ja, zeker. En we zien elkaar. Absoluut. Dankjewel. Peter Vorger, natuurlijk een blij man. Want de 11e editie van Roet Korte Put. En wat ik al zei, hè, dat is echt waar. Heel veel mensen zien dit eigenlijk als een soort officieuze opening van carnaval. Het is gestart. We gaan eens kijken. Ben jij ook van Hallo? Ik ben ook van Hallo. Hartstikke goed. Is dit jullie eerste route? Tweede keer. Even een vraag voor de kennis, hè? Komen jullie uit Oeteldonk overigens? Jazeker. Jij wel? Ja. Kom jij vanaf? En een Zaankant. En ik kom uit Regionië. Ja, die ken je wel. Aha. Ja, ja, ja. Maar dan ga ik jullie een tip geven. Dit is namelijk de 11e route. 11 de roef. Ja. Nou jongens, ik moet zeggen, jullie zien er echt uit alsof je wil zeggen, wij hebben iets uitgevonden. Jazeker. Ja, kijk nou vanwege de bierhouders, bekers die wij hebben dragen. Ja, wat doe je dan hè, als je drie pilsjes krijgt of je moet een appje sturen met twee handen. Je hangt een pilsje erin en je kan gewoon druk aan de gang. En selfies maken. Selfies maken, ja dat is lastig wat je doet. Die mooie en dat Roet Korte Put bestond 11 jaar. Dan mochten wij een speciale versie maken. Aan de gang. Hoe voel je eigenlijk nou? Ja, ik ben blij dat het weer begonnen is, Jan-Willem. Ik heb er weer zin in. Hoeveelste editie is dit voor jou? Ik zag gisteren een herinnering voorbij komen. De 11e ook. Oh, de 11e! Samen jubileum. Ja. Mogelijk. Ja. Ongekend. Het is nou donderdag. Peter, bij mij.
Is dit voor jou eigenlijk de opmaat voor carnaval? Ja, het is een warm draaiertje, een inkommertje en veel ambiance. Hans, Roet Korte Put, wat is dat voor jou? Het is de start van carnaval, uiteraard. Ik moet eerlijk zeggen, het is heel erg mannenbolwerk. Ik had iets meer liever wat deurskies erbij gezien. Maar ja, die zijn er helaas niet. Dus misschien is er iets om proberen om 50-50 te krijgen. Maar ook meer vrouwen aan de top. Dus ook vrouwen bij carnaval. Even wel grappig. Jij bent natuurlijk altijd betrokken bij een ander groot business event. Ja. Dit zijn feitelijk de twee events in een bos waar mensen uitkijken. Als je hier niet bij bent, hoor je er niet bij, zeggen ze altijd. Hè? En het is bijvoorbeeld de bos, het is carnaval. Nou, je ziet het. Je kunt eigenlijk zeggen, Bourgondisch carnaval, Roet Korte Put. Zoiets, ja. Ja, zo kom je bij Roet Korte Put ook gewoon mensen tegen die in de Eerste Kamer zitten. Goedemorgen. Leuk jou te zien, Jan Willem. Eens gelijks, Tom. Want ja, nou mag het Tom zeggen. Vooruit dan. Ach, gelukkig. En Roet Korte Put, ik heb jou daar vaker gesignaleerd. Ja, hele leuke dag. Zeker de laatste jaren, want het wordt wel heel erg druk. Hè. En Roet Korte Put is ook druk, maar dan wel bij Rosselaar. Hoe gaat het met je? Heel goed. Hij Roet Korte Put, daar mag jij niet meer ontbreken dus. Nee. Goed dat jij niet ontbreekt. En dan hebben we gewoon van of niet? Ja, ik weet niet, ja, gewoon. Ik ben heel vereerd dat ik hier mag staan. Ik vind het een beetje jammer dat ik nu nog voor de beelden sta. Ik ga straks echt de korte put in. Maar ja, ik mocht een dagje meekijken. Ja, en even voor de kijkers thuis. Het zal wel niet zo. Maar even voor de kijkers thuis. Wat doe jij in het dagelijks leven? Nou, ik sta me nergens op voor. Nee, even voor de ondernemers hier in de straat. Hè, want het is vandaag natuurlijk een ondernemersdag. Hopelijk wel wat bekender, maar ik ben voorzitter van MKB Nederland. Dus ik probeer de belangen van ondernemers in Den Haag te baken. Dat is mijn werk. Wist jij dat Business Carnaval in deze grootte nergens in Nederland wordt georganiseerd? Nee, ik wist absoluut niet van het bestaan. Zo eerlijk moet ik zijn. Ik kreeg de uitnodiging van de organisatoren. En hij landde bij mij op het bureau en mijn collega's zeiden van, ja, moet je dat nou eigenlijk wel doen, hè? Wat carnaval, wat is dat nou voor zeg maar onze MKB-rol in Den Haag? Maar ik heb zelf het voorrecht gehad om in 2012 in Sassendonk, Zwolle, de grootste carnavalstad boven de rivieren, volgens de Zwollenaar zelf, dat moet je eerlijk, adjudant van de stadsprins te zijn geweest. Dat is de grootste mislukking aller tijden, in de zin van het heeft me zo'n beetje bijna alles gekost dat ik had, maar het was wel een hele mooie ervaring. Dus toen dit binnenkwam dacht ik, ja, hier wil ik kijken. En toen ben ik even wat filmpjes, ik heb jou ook op beeld gezien, ik even gaan kijken, joh, hoe gaat het hier er dan aan toe? Ja, ik was hevig onder de indruk en ik hoop zo meteen nog meer. Nou, ik wens jou ongelooflijk veel plezier daarbij en ik kan je verzekeren, we komen er net vandaan, we gaan natuurlijk ook nog weer terug. Je kunt het hier al zien ook. Het is een sfeer, joh, dus echt ongelooflijk. Nou, ik hoop het mee te nemen en wie weet gaat me nog op ideeën brengen, want in Den Haag kunnen ze ook een beetje carnaval gebruiken. Ja. En we staan hier bij de hoofdtent. Welkom in Rotterdam. Ja, dankjewel. Heerlijk om er te zijn. We weten het een beetje, maar de wat betreft natuurlijk niet druk. Zeker niet. We gaan er een feestje van maken. Heb jij ooit, vraag me nu zo af, op zo'n event tijdens carnaval heb je ooit opgetreden? Zeker. Echt? Ja, dat is wel een aantal jaar geleden, maar ik heb wel een carnaval gestaan. Zeker wel. Nou, kijk, jouw muziek is natuurlijk hoogstijl. Velen zeggen de beste zangeres van Nederland. Nou, ja. Dat zijn daar een. Jawel, maar ik ben er een van. Maar hoe is het voor jou om hier in Oeteldonk op Roet Korte Put, event voor bedrijven, het werk, hoe is dat om hier op te treden? Nou, ik ga het ervaren. Ik heb het natuurlijk al eerder gedaan. Ik heb al hier in de Korte Putstraat heerlijk te eten paar keer. Maar qua feestje bouwen hier op dit event, dat kan niet gaan. Ik verzoek me erop, we zullen het zien. Ik kan je verzekeren, je wordt met alle egaars en met alle warmte ontvangen.
Want iedereen die staat te springen om jou te kunnen zien. Want daarmee gaan we officieel de Roet Korte Put 2024 openen. Jacco, daar gaat ie! Kijk eens! Wow! Dus bij deze Roet Korte Put 2024 officieel geopend. We krijgen hier vandaag een stel artiesten op dit kleine podium. We starten er nu een paar zangers, Oeteldonkse zangers, die in een wagen... Hey! Hartelijk dank voor het kijken naar deze Roet Korte Put 2024, de 11e editie. Wij zien je graag volgend jaar weer terug. En als je niet kunt wachten, zondag bij de intocht, dan zijn we ook weer aanwezig. Hele fijne carnaval allemaal thuis. Maak er een mooi feestje van en geniet. En het gevoel blijft daar lekker houden. Dan zien we elkaar volgend jaar weer terug. Jongens, bedankt hè. Ook bedankt voor die 11 jaar. Zeker ontzettend bedankt voor al die jaren, jongen. Hij is er ook al 11 jaar bij. Ja. Dankzij jou hebben wij 10 miljoen views. Dankjewel allemaal. Fijne carnaval. Houdoe.